Heel goedemorgen, welkom bij deze marketupdate van BNP Paribas. Wederom een positieve sessie in de VS met plussen van 1 à 1,7%. Beleggers bankieren vast op een verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen. Donkere wolken boven de markt zijn eventueel de weer oplaaiende geschillen met China. En het waren wederom de luchtvaartaandelen die sterk in prijs opliepen. De olieprijs is na de recente opmars weer wat teruggevallen. Vanuit Libië wordt nu ook de productie opgestart. Tesla tikte, net als de Nasdaq, een nieuwe all-time high aan. Het aandeel Tesla staat nu boven de $900. Een gemengde sessie zien we in Azië, waar de Nikkei en Kospi-index wat terugvielen. Samsung bleef wel redelijk liggen, ondanks gerechtelijke onderzoeken naar de top van het bedrijf. De Chinese markten trokken, net als de index Down Under, wel aan. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een wat hogere opening. De Nederlandse industrie produceerde over april maar liefst 11% minder op jaarbasis. Basic Fit wil 5,3 miljoen nieuwe aandelen uitgeven om de balans te versterken. Met de uitgifte zal rond de 135 miljoen opgehaald kunnen worden. Telefonica Deutschland komt met een sale and lease back constructie in Duitsland voor meer dan 10.000 centmasten. Telxius zal als koper nog eens 2400 nieuwe locaties gaan ontwikkelen en dat moet ook een boost geven aan de 5G-strategie. Op de agenda vandaag economische groei en werkgelegenheid uit de eurozone en groothandelsvoorraden en vacaturecijfers uit de VS. De JOLTS-cijfers zijn dat. Dan zien we bij de analisten Berenberg en Deutsche Bank zetten Bayer op kopen. Credit Suisse handhaaft neutraal advies op Philips. Koersdoel gaat wel omhoog naar 41 en UBS zet Akzo Nobel op kopen, koersdoel 77. UBS zet ook Just Eat Takeaway op kopen. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.